Dit had ik niet verwacht als ik zo vrij mag zijn. Gaan we eens door. Eenheden uren maken bijvoorbeeld drie van, dat het 1 uur na middag is. En nog eens. En tientallen minuten vraagt hij nu. Nou, kan ook wel. Geef me wat. En dan 1 minuten. En 5. Ja, bijvoorbeeld. En een return. Nou, er is duidelijk iets misgegaan. Ik was al verwonderd. Ik dacht het ook al. En dit is eigenlijk weer de grap. Ik heb dit programma eerst geschreven op een andere computer. Kom ik op deze computer, voer het in en het werkt niet. Ik geloof dat ik heel klein beetje zie wat het is. Maar dit is eigenlijk een ideale gelegenheid om eens een leuke eigenschap van deze computer te behandelen. De zogenaamde edit mode. De manier om tekst of eigenlijk gewoon je programma te veranderen zonder dat je gewoon de hele regel opnieuw intikt. Kijk, je kan hier regels veranderen natuurlijk door bijvoorbeeld regel 120 helemaal opnieuw in te voeren. Ja. Maar stel dat er maar 1 karakter verkeerd is in die regel, zou het leuk zijn om alleen maar dat ene karakter te pakken. Dat scheelt je in tijd. Ja, daar hebben we een grap voor, maar we moeten eerst even uit het programma, want je ziet hij hangt nog steeds in dit programma. Ja, dan schrijf ik een return. Nee, dat doet hij dan niet. Dan schrijft hij weer hetzelfde. Ja, pak een break, want je wil stoppen met het programma. Okay, ja. Ja, nu is hij gestopt op die regel 150. Maak eerst het scherm schoon, dat is nu 1 grote puinhoop. Dat is de characterstring 12. Toch word je ervaren trouwens, jij, als je dat zo ziet af en toe. Ik ben les 4, dat mag. Maar wat we nu moeten doen, is eigenlijk gaan we in de edit mode. En dan ook alleen maar tot die regels die we nu hadden. En dan doen we dan maar inclusief die stop op 151. Tik nu gewoon eens in edit, liggend streepje, dat is eigenlijk bijna zoals je het bij een print doet, 151. En dan krijgen we die regels tot en met 151. Maar u ziet, er staat iets heel speciaals. Daarboven onder regel 1, helemaal in de hoek, dus helemaal thuis zou je bijna zeggen, linksboven staat dat getalletje te knipperen daar. En weet je wat dat betekent? Dat onze cursor, zo heet dat dingetje gewoon, dat is dat liggend streepje zo maar zeggen, staat daar. En nu heeft de Telejac-computer helemaal links een 4-tal grijze knoppen met pijltjes erop. Een pijltje naar boven, naar links, naar rechts en naar onder. En met die knopjes kan je nu gewoon dat blinkertje helemaal door je tekst laten gaan. En ga later maar eens gaan naar eerst naar beneden toe in regel 120. Zie je, zakt erin. Nu zak je nog een regel. En ga nu maar eens naar rechts en ga nu maar eens helemaal staan achter die i. Die i van input of die i van... Nee, de allerlaatste i. Stop is, dat hoef je niet te doen wat je nu doet. Continu, hou die knop ingedrukt en ga helemaal rechts op je toetsenbord. Er staat een toets met rept van repeat, herhaal. Stop, ja. Nu sta je onder dat tekentje. Dat betekent eigenlijk zoveel als carriage return. Dat is leuk. Maar ik zit nu namelijk op de plaats waar ik wil wezen. Ja. We hebben de vorige keer gezegd in de vorige les dat bij de Telejac-computer, bij een input statement, wat moest daar nakomen? Dubbele punt print. Precies, want anders krijgen we die carriage return niet. Tik daar nu gewoon maar in, dubbele punt print. En geef geen carriage return. Als je dat doet, dan kom je in moeilijkheden. Dat zult u best wel zien als u dat eens probeert. Dan komen we nog wel eens op hoe je daaruit komt. Maar ga nu gewoon met de cursor naar beneden. En ga achter de J staan van de volgende input. En doe daar weer precies hetzelfde. Want al die 4 regels moeten dan... Precies, heel goed. Als jij dat nu even doet, dan kan ik er even bij komen. Dit is natuurlijk een ideale manier om in je programma gewoon veranderingen aan te brengen. Dit is vrij uniek voor deze computer. En dat is erg prettig. In het begin werkte ik er niet zo erg mee, omdat ik het eigenlijk niet gewend was. Maar op de duur is dat een... erg veel tijdbesparend gebeuren. Nou, nu ben je klaar met die verandering. En als je daar dan uitvult, dan moet je op 2 toetsen drukken. Dat is op de break en daarna op de spatiebalk. En dan heb je die verandering gedaan. Voordat je doet, wil ik nog 1 ding erover zeggen. Ja? Stel dat je hierin zit te veranderen, dat je denkt van... Hey, ik geloof niet dat ik meer weet wat ik doe. Ik wil toch eigenlijk naar mijn originele programma terug. Dan zit dat toch nog in de machine. En om daar te komen, druk je 2 keer achter elkaar op de breektoets en dan ben je gewoon in je oude programma terug. Dus zonder al die toevoegingen die jij daar gedaan hebt. Maar dan moet je het weer opnieuw doen. Dan ja, of je wil het misschien niet eens opnieuw doen. Maar druk nu maar op de breektoets en op de spatiebalk. Tegelijk? Moet je hem eerst loslaten. Nou, vraag nu maar een list, liggend streepje 151, en dan kom je op dat oude programma terecht. Of op het verbeterde programma terecht. Zie je, die prints staan er heel netjes achter. Geef nu eens een run. De tijd in. Ja, maar tik hem graag. Geef niks. Geef hem maar snel achter elkaar een stel. Geef niet. Eenheden uren. Dus dat is 12:34. En nu een return. En u zegt hij stopt in lijn 151. Dat klopt. Nou, dit stukje programma werkt dus goed. Weet je wat je doet? Tik eens bijvoorbeeld in voor de grap print
i, comma, sorry, dubbele, punt, comma, sorry, j, dubbele punt, k, dubbele punt, l, dubbele punt. Dat is dus eigenlijk ook nog een leuke test, ja. Punt, comma, sorry. Ik vind het leuk dat je stopt, dat was fout. L, hè? Ja. Return. Return niks? Nee, nee. Is goed zo. Zie je? 1, ja. 2, 3, 4. Dus jij hebt nu die variabelen i, j en k gewoon even afgedrukt. Dat maakt geen deel uit van je programma, maar je hebt dat gewoon, omdat je toch gestopt bent in je programma, even gecontroleerd. Heel erg leuk. Maar die stop, die wil ik er nu wel uit hebben, want dat is genoeg. Dus haal die stop eens weg op 151 en maak je scherm maar schoon. Nou, dat is gewoon er op regel 151 niks te zeggen. En een print character string. Nu gaan we naar de volgende zaak. We hebben nu eigenlijk die tijd al afgedrukt. En dat geloof ik bijna wel. Laat ik gewoon een tweetal dingen tegelijkertijd laten zien. Want laten we dat afdrukken, tegelijk op het scherm zien, samen met dat 1 minuut wachten. Druk nu gewoon eens in list 160, liggend streepje 220. Nu krijgen we het volgende stukje uit ons programma. Nou, je ziet wat hij doet op 160. Blanco regel. Ja, en op 170 drukt hij... De tijd is. En op de volgende regel, wat drukt hij daaraf? Waarom vraagt de tijd? De tijd, precies, want dat heb jij net eigenlijk al met je test gedaan, hè? Dus dat doet precies hetzelfde, dat hoeven we niet te proberen. 210, 215 en 220, zie je wat daar gebeurt? Hoe noemden we zoiets ook alweer? Ik zeg lus. Ja, lus. Hij hoogt het op. En jij zegt loop waarschijnlijk. Dat wil ik wel zeggen. Nee, het is een teller. En die teller die telt zo lang. Die moet precies zo lang tellen dat het een minuut duurt voordat hij klaar is met tellen. Daar cryptisch gezegd. Daar staat die 10.000 voor. Precies. Die 10.000, dat hebben we gewoon experimenteel bepaald. Dus als dat m is m plus 1, als dat 10.000 keer is uitgevoerd, eigenlijk 1 minder, dan heeft het precies allemaal bij elkaar 1 minuut geduurd. Dan springt hij niet terug naar 2.15, maar gaat hij verder met het programma. Nou, ik ga dit niet testen. Dit geloof ik zonder meer dat dat werkt. Dat is best, maar nu komen we eigenlijk in wat moeilijker gedeelte van het programma. Dat is waar we gaan controleren of in de gaten houden dat we 59 minuten moeten hebben en dergelijke. Dus geef nu eens, maak eerst het scherm maar schoon. En dan gaan we gewoon weer een list geven. Oké, list 230 tot 650. Dat is de rest van ons programma. Hij kan er net op. We moeten er gewoon eens even doorheen stappen. Hier kom je in het programma nadat je een minuut hebt gewacht. Dan op 230, laat ik het gewoon maar allemaal even vertellen, wordt L met 1 verhoogd. L waren de eenheden minuten. Dus je telt 1 bij de waarde zoals hij de minuten nu had op. Dan vraagt hij zich af of de minuten kleiner zijn dan 10, de hoeveelheid minuten. Als dat zo is, dan hoeft er verder niets gecorrigeerd te worden, want dan is hij aan het tellen tot 10, maar hij is nog niet boven de 9 uitgekomen. Dan springt hij terug naar 160. Dat is de plaats in ons programma waar we de tijd weer afdrukken. Nou, dat is leuk. Maar mocht het wel zo zijn dat L al 10 is, dan moeten we gaan corrigeren, want dan moeten we de tientallen minuten even vooruit zetten. Dan zegt hij op 250, maak eerst de eenheden minuten maar 0. Dan tel bij K 1 op en K is tientallen minuut. Dan vraagt hij zich af of k nog kleiner is dan 6. Dat betekent dat we nog niet boven die 59 uit zijn. Als dat zo is, gaat hij gewoon weer terug naar het afdrukken van de tijd. 280 is het geval dat we wel op 59 zitten. Dan zegt hij k is nu 0. Ja. We maken dus k 0. We tellen 1 bij de eenheden uren op. En daarna krijgen we een toch wel hele interessante statement. Daar staat een if statement, een if go to, ja. Maar nog iets extra. And. Precies. We kunnen dat gerust doen. Het is een and statement. We kunnen dat er gerust tussen voeren. Je hoeft niet alleen maar te testen op i is 2. Nee, je mag ook testen tegelijkertijd op j is 4. Dus if i is 2 en j is 4, then go to 600. Als dat niet het geval is, gaat hij gewoon naar de volgende regel. Kijk, als dat het geval is, dan hebben we namelijk 24.00 als tijd staan. En dan moeten we gaan corrigeren naar 00. En dat gebeurt op 600, zie je, want dan maakt hij i, j, k en l maakt hij 0. Ja. En springt hij weer terug naar de afdrukroutine. Mocht die test niet zo zijn dat één van die twee, of i of j, niet gelijk is aan 2 of aan 4, dan gaat hij naar regel 310. Dan test hij eerst nog eens even of j, de eenheden uren,
kleiner is dan 10. Stadswis springt in de 160. Een ander stelt hier 1 op bij de uren. Erg veel bij de tientallen uren. Erg veel gepraat. En we lopen gewoon uit de tijd. Laten we het programma eens laten lopen. Want iedereen kan deze listing in zijn boek eigenlijk terugvinden. Run. Hey, laten we het even anders doen. Geef even een break. En maak het scherm schoon. Want dit was op zijn zachtst gezegd een beetje verwarrend. Vond je niet? Het stond te veel op, hè? Het stond veel te veel op. Dat is thuis niet erg, maar hier wel. Zo, nu een run. En nu gaan we kijken of het programma werkt. Voor de tijd in. Oké. 1 uur. Of 10. 5. Kan mij het schelen. Maak maar wat. Zolang je maar in de gaten houdt dat het kan wat je doet. 1. Hé. Hey. Nou, dit is erg mooi. Hij zegt, de tijd is 12:51. Nu zouden we eigenlijk samen een minuut door moeten brengen... om te zorgen dat dat duidelijk is dat dat... Gaat verspringen. Ja. Maar daar is wel een grap voor te verzinnen. Dan zou je die teller zou je gewoon met een kleinere waarde als 10.000 moeten vullen. En dan zal hij dat eerder doen. Stel voor dat u dat gewoon thuis probeert. En dan zult u zien dat die klok automatisch door gaat lopen. Voor de volgende les wil ik eigenlijk toch wel een bepaalde opdracht meegeven... Dit is wel leuk, zo heel klein op het scherm. Maar ik zou eigenlijk het hele scherm vol willen hebben met die tijd. Ja, dat lijkt me heel leuk. Dan Waarvoor? Kun je van alle hoeken van de kamer zien meteen hoe laat het is. Kan je tv ook nergens meer voor gebruiken natuurlijk. Dat geeft ook niet. Okay. Dit is toch mooi dan. Nou, maar je wil de cursus volgen. Maar goed, dat gaan we gewoon proberen. Wij gaan het samen proberen en ieder thuis probeert het ook. In de vorige lessen heeft Kees aan Sonja een aantal elementaire basic statements geleerd. Ook u moet die nou kunnen toepassen in wat eenvoudige programma's. Als er nog problemen mee zouden kunnen zijn, helpt Dick u nu op weg, want hij gaat de stof en de vraagstukken bespreken. Die horen bij hoofdstuk 1 tot en met 3 van boek 2. We blijven in deze les nog even bij de eerste beginselen van BASIC. Het gaat weer over de hoofdstukken 1, 2 en 3 van boek 2. Uit dat vele wat erin staat heb ik een enkel aspect gelicht en dat ga ik dan snel nog even behandelen. Ik heb ervoor gekozen om een enkele formule te gaan verwerken in basic termen. De formule heb ik hier genoteerd zoals u gewend bent om die te noteren. X² plus tussen haakjes 3y min 1. Als we die in een basic programma willen opnemen, moeten we die iets wat anders noteren. Dus we krijgen dan, we noemen het om te beginnen geen formule meer, maar we noemen het een expressie. En we moeten die dan volgens de regels die de basic taal stelt, noteren in het programma. De namen van variabelen moeten we aangeven in hoofdletters. We hebben ze hier maar gehandhaafd, x en de y, twee hoofdletters. Het machtsverheffen moet je noteren met een verticaal staande pijl, x tot de macht 2, plus, en dan de haakjes die blijven gewoon gehandhaafd, en dan een extraatje 3 en een asterix, een sterretje gebruiken als vermenigvuldigingsteken. Dus niet 3i zoals hier, maar 3 maal i. Echt duidelijk zeggen wat je bedoelt. En tenslotte min 1. Dus een enigszins afwijkende notatie. We hebben daarin in deze expressie twee variabelen, heb ik al gezegd, x en y. We hebben een aantal constanten. Dat zijn dus getallen die we opnemen in het programma, waarvan we zeker weten dat ze niet zullen veranderen in de loop van het programma. Voor die variabelen wordt geheugenruimte gereserveerd en daar kan een getal in terechtkomen. Maar dat getal kan in de loop van het programma veranderen. Bijvoorbeeld moet het nog ingevuld worden in de loop van het programma. Maar die constanten, die zijn wat ze zijn, namelijk constant. Dus hier staat 2, 3 en 1 en die zijn constant voor de hele duur van het programma. We hebben ook een aantal operatoren, zoals we die noemen. En dit zijn dan rekenkundige operatoren. We zullen in een volgende les nog een keer de relationele, waarmee je onderlinge verhoudingen kunt aangeven, maar hier gaat het om rekenkundige aritmetische operatoren. Degene die we hier gebruikt hebben is het teken voor machtsverheffen, het teken voor vermenigvuldigen, het teken voor optellen, het teken voor vermenigvuldigen, het teken voor aftrekken en we hebben er nog een, dat is het teken voor delen. Het verwerken van een formule, een expressie, gebeurt in een bepaalde volgorde. Welke die volgorde is, ligt in feite vast A in de operatoren en B in het gebruik van haakjes. Als je haakjes gebruikt, wordt die volgorde net iets anders dan wanneer je ze niet gebruikt. Die volgorde is dan die prioriteit van behandeling, prioriteit van afhandeling. Eerst moet datgene gebeuren wat tussen haakjes staat. Dus dat is in dit geval de 3i min 1, dat moet eerst worden uitgerekend. Daarvoor moet dan eerst het getal dat die i op dat moment vertegenwoordigt opgehaald worden. Daarna kan 3i min 1 worden uitgerekend. Vervolgens moet het machtsverheffen gebeuren, dus nadat
dit is uitgerekend, moet het resultaat ervan even worden vastgehouden. En vervolgens moet uitgerekend worden x tot de macht 2. Dat betekent dat die waarde x uit het geheugen moet worden gehaald, tot de macht 2 moet worden berekend. En dan hebben we dus twee resultaten waarna dan de optelling kan plaatsvinden. Dus eerst wat tussen haakjes staat, dan machtsverheffen, dan vermenigvuldigen of delen. En dat dan van links naar rechts. Dus daar hebben we dan geen onderlinge prioriteit meer, maar een toevallige prioriteit in de volgorde waarin ze staan. En daarna optellen en aftrekken, ook dat in een onderlinge prioriteit. Ik heb hier twee statements, basic statements, neergezet waarin de expressie is gebruikt. Let A is, en dan komt dus die hele berekening, die hele expressie. Of print, en dan achter zo'n print statement kan direct de expressie worden genoemd. En wat u dan als resultaat krijgt is de uitkomst van de som. Sterkte met het huiswerk, tot de volgende week.